Ik ben Karien Kooijman en in de komende afleveringen neem ik jullie mee in de wereld van oude muziek. Ieder jaar wordt in Utrecht het grootste oude muziekfestival ter wereld georganiseerd. En ik ben benieuwd wat er allemaal bij komt kijken om zo'n festival mogelijk te maken. Vanavond zijn we bij het Muiderslot om een concert te bezoeken van Kenneth Weiss. Hij is docent klavecimbal aan de Juilliard School of Music in New York. What do you think about the location? It's beautiful. Well, it's beautiful. I visited it earlier this morning, and now to see it at night with the evening progressing, and they're going to light the candle soon, so it's very it's a beautiful place. Have you performed here before, or is no, this it's the first time? No, it's the first time here. What's so special about early music? I think that it has an ability to speak very directly. A lot of it is based on affect, on feeling, so it's to be very immediate. So I think that that's something, I don't know, that speaks to me. You can become enveloped very quickly in what the music is saying. And then after that, of course, there's many different layers of how you can appreciate music. Het concert van Kenneth Weiss is een van de vele concerten die organisatie Oude Muziek door het jaar heen programmeert. Ik bezoek het kantoor van de organisatie, waar op dit moment vooral hard wordt gewerkt aan het festival dat in september weer zal plaatsvinden. Het is ook echt internationaal het grootste festival voor de Oude Muziek. En hoe komt het dat dat in Nederland is? Ja, dat is het... Nee, de Oude Muziekbeweging was ook echt iets niet alleen Nederlands, maar dat heeft hier in de jaren 60, 70 denk ik echt gewoon heel veel... Ja, dat is hier heel populair geweest. Wij zijn echt heel veel mensen die zich een beetje af wilden zetten tegen de gevestigde orde. En die veel onderzoek deden, die veel andere dingen wilden doen, integriteit en dergelijke. En dat was hier gewoon, en ook in Vlaanderen, maar ook in Frankrijk, ook in, echt in Europa, gewoon een hele goede voedingsbodem daarvoor. Ja. Ik ben aan het kijken naar ons programmaboek, hoeveel pagina's dat moeten worden in feite. Dit is die van vorig jaar. Dat is een flink boek. Ja. Dat is enorm. Heel erg veel werk. Daar zitten alle programma's in van alle concerten en toelichtingen en gezongen teksten met vertalingen. Ik doe productie. Dus wij met productie zorgen dat wat de mensen verzonnen hebben, dat dat dan ook daadwerkelijk gebeurt. En soms verzinnen we zelf ook nog eens wat. En gaat dat ook allemaal lukken? Tuurlijk. Tuurlijk. Of zijn er... Ja, het is wel heel hard werk hoor, maar... Komt allemaal goed. Ja. En ik ben nou alles aan het controleren of de prijzen kloppen of alles ingevoerd staat. We hebben YouTube-filmpjes dat mensen alvast een beetje een idee kunnen krijgen van wat het is. Dus dat, en ik vind dat heel spannend. Dat snap ik. Nou, je bent nog geen verrassingen tegen. Ik ben nog geen verrassingen, nee. En we hebben het allemaal 10.000 keer gecheckt. Dus op zich zou het ook goed moeten zijn. Maar ik ben pas gerust als het ook echt allemaal online staat. Ja, het boek gaat op 1 augustus naar de drukker. Dus die tijd heb ik ook nog wel nodig. En nou ja, dan is het al bijna het festival. En ik ben de komende maanden ook weer bezig al met seizoen 15-16. Dat gaat ook gewoon alweer door, de planning daarvan. Ja, kijken we weer een paar jaar verder. Wauw. Ja. En je hebt je ook bezig gehouden met de brochure? Die wat dunner is, denk ik, dan dit. Ja, die is wel ietsje dunner. Ja, die is alweer zo. Ah, oké. Okay. En die komt, als het goed is, vanmiddag aan hier op kantoor. Dus dat is heel spannend. Pas laat op de middag, na een lange dag wachten, gaat eindelijk de deurbel. De brochure voor het Festival Oude Muziek van 2014 wordt bezorgd. Ik weet wel precies al hoe die eruit komt te zien. Geen verrassingen morgen vanmiddag? Nee, ja, in principe niet. We hebben het bestand natuurlijk heel goed doorgekeken en 100.000 keer gecontroleerd en tot diep in de nacht eraan doorgewerkt en zo. Maar, en een proefdruk gehad van de drukker, dus in principe zou hier gewoon helemaal goed moeten zijn. De nieuwe brochure wordt gevierd als de culminatie van jarenlang plannen en dromen. En dat mag ook wel voor een festival van deze omvang. En dit is dan alleen nog maar het niet betaalde gedeelte. Dus het wordt nog steeds meer. Dus we zitten op, nou ja, als we tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à 14 dingen per dag.
voor 10 dagen lang. Dus reken maar uit om hoeveel dat gaat. In de volgende aflevering bezoeken we de jaarlijkse vriendenavond van het festival. Xavier presenteert dan het komende festival aan de meest trouwe bezoekers. Nou ja, je kindje is, nou ja, het is uit die brochure is gedrukt, alles ligt er, je kunt eigenlijk niet veel meer veranderen. Maar het is wel leuk om van je vrienden zo'n reactie te krijgen meteen. Van je ziet meteen van, valt het goed, valt het niet goed, er komt meteen feedback. Ook heel spannend. Ja, het is echt heel spannend vanavond.